Romeo speelt met de Stelvio in op het stijgende succes van de SUV. De Italiaanse constructeur neemt met deze auto hoog aangeschreven concurrenten als Mercedes-Benz CLC, de BMW 3 of de Audi Q5 in het vizier. De Stelvio is verkrijgbaar met 3 dieselmotoren en 2 benzinemotoren en is enkel leverbaar met een automatische versnellingsbak. Maar dat is er dan wel eentje die zich ook manueel laat schakelen. Dat gebeurt via enigszins buitenmatige pedals achter het stuur, die zeker in het begin de grip rond het stuur en het bedienen van de richtingaanwijzers bemoeilijken. Het is zeker even wennen. Wanneer je de automaat zijn ding laat doen, laat hij zich bij het hernemen in de lagere versnellingen af en toe betrappen op schokjes. Voor het overige kwijt hij zich echter perfect van zijn taak. Daardoor laat de Stelvio zich vaardig door berg en dal sturen. Het lederen interieur zit prima en geeft voldoende zijdelingse steun. In de bochten bijt de Stelvio zich, zoals het bij een echte Alfa past, vast in de ondergrond. De Stelvio gaat in amper 7,6 seconden van 0 naar 100 km per uur. Hij oogt indrukwekkend met voldoende knie- en hoofdruimte, zowel voor als achteraan. Toch vallen de buitenafmetingen mee. Een wagen met een karakteristieke snoet en de nodige brani. Al missen we het snufje design typerend voor de Giulia. Moederbedrijf Fiat Chrysler mikt met deze wagen op kopers met hoge verwachtingen. De wagen kreeg niet voor niets de naam van een van de hoogste Alpenpassen, de Stelvio.